Hoi, ik ben Roos van der Bunt en ik ga vandaag wat vertellen over papegaaien. Aan de andere kant van de camera staat Marco van der Bunt en die gaat alles filmen en misschien nog ook wat vertellen. Gaan jullie mee naar binnen? Dit zijn de foto's van de afgelopen jaren. En nu gaan we naar binnen toe. Welkom in de woonkamer. Ik zal jullie even voorstellen aan onze papegaaien. Kom maar, Eva. Dit is Eva. En Eva is een grijze roodstrijdpapegaai van bijna 4 jaar. En hier hebben we Lex. Lex is een geel voorhoofd-amazone. En Lex is 6 jaar. En hier hebben we Mika. En Mika is een kakatoe, een rosé kakatoe. Dus het is geen papegaai, maar echt een kakatoe. Stap op. En dit zijn de speelparadijs van de papegaaien. Al onze papegaaien en kakatoes zijn geboren in Nederland, maar oorspronkelijk komen ze ergens anders vandaan. Mika, de rosé kakatoe, die heeft dus ook een kuif. Kijk, komt het een beetje. Die komt oorspronkelijk uit Australië. Daar komen ze heel veel voor. De geel voorhoofd Amazones, dat is een hele grote familie van allemaal Amazone papegaaien. Er zijn echt heel veel soorten. En die komen vooral voor in Zuid-Amerika, in het Amazonegebied, dat zegt het eigenlijk al. En Eva, die komt oorspronkelijk, haar soort, die komt uit Congo, Afrika. En het zijn allemaal hele aparte papegaaiachtige, dus ze hebben ook allemaal hun eigen voer. En iedere dag dan krijgen ze deze brokjes, dat zijn pellets, zo noemen we die. En deze zijn al van Mika, want dat is een kleine vogel, dat is de rosé-kakatoe. Voor Lex iets groter en voor Eva, de grijze roodstaart, nog iets groter. En ze hebben ook alle eigen soorten met zaadjes. Nu eten ze het ook gewoon van elkaar, maar eigenlijk is dat voor iedere soort, hebben ze hun eigen soort. En verder vinden ze ook andere zaadjes, zoals onder andere zonnebloempitjes, lekker. Dit zijn cedernootjes. En wat ze ook heel erg lekker vinden, zijn deze. Dat is eigenlijk een combinatie. En de pellets die ik net noemde, de brokjes, samen met zaadjes. En die vinden ze wel heel erg lekker. Papegaaien zijn hele intelligente vogels. Ze hebben de intelligentie van kinderen tussen de 4 en 6 jaar oud. Dus ze kunnen ook heel veel dingen leren. En je hoort op de achtergrond, hoor je Lex wel lekker praten, want die kan heel goed praten. De grijze roodstaart staat er eigenlijk onbekend dat ze goed kunnen praten. Alleen dat is vaak dat ze dat meer een beetje doen als niemand het ziet. Want die zijn niet echt bang of zo, maar dat noemen ze introvert. Dus die zijn vrij rustig. En de Amazone-papegaaien, dat zijn echt papegaaien. Als je die een goede bij hebben, moet de hele wereld het weten. Maar als ze een rot bij hebben, dan zal ook iedereen het weten. En de rosé-kakatoe, vooral de mannetjes, die kunnen vaak wel wat praten. Oh, ga je zo goed zwaaien? Hartstikke goed. De vrouwtjes niet, maar Mika die zegt wel lekker buiten en hallo Mika. Maar meer niet. Maar die kan heel goed dansen en zwaaien en poot geven. Ja,
goed zwaaien. Hartstikke goed. Dan kun je ook gelijk zien dat er een heel klein stukje van de veertjes af zijn hier. Oh, dat wil ze niet. Kom eens bij Roos. Kijk. Hij wordt alweer wat langer, maar dit knippen we dus altijd een stukje weg. Zodat ze wel in huis kunnen vliegen, maar veilig naar beneden. Want anders dan zouden ze tegen de ramen opvliegen en dat willen we natuurlijk niet. Het doet geen pijn. Het is net zoals voor ons mensen als we nagels knippen of haren. Dus ze hebben daar verder geen last van. Maar daardoor kunnen ze wel lekker veilig in huis vliegen. Dus zal ik ze even de slaapkamer laten zien, Marco? Dat is helemaal goed. Nou, ga jij ook mee? Maar de slaapkamer, waarvoor? Ja, papegaaien die slapen heel veel. Wel tot 12 uur op een nacht. Nou zit er ook een beetje verschil in, hoor. De ene wat meer dan de andere. Maar daarom hebben ze dus een eigen slaapkamer. Want je kunt ook een doek over de kooi heen gooien. Maar ja, onze kooien hangen zo vol met speelgoed, dat is niet echt handig. En dan horen ze en zien ze nog een hoop. En hier is het s'avonds heel erg donker. Want we hebben ook een speciaal gordijn, dat echt heel erg donker wordt. En dan kunnen ze heerlijk slapen. Want waar ze oorspronkelijk allemaal vandaan komen, rond Evenaar, daar is het ook ongeveer 12 uur per nacht tot het echt donker is. Dus hier slapen ze en hier hebben we ook hun speelgoed allemaal. En ook soms krijgen we logeetjes, dus we hebben ook een logeerkooi staan. En dit is de buggy. Hier gaan we dus mee buiten wandelen. En als je goed hebt opgelet op de foto's in het halletje net toen je binnenkwam, dan kon je zien dat ze lekker aan het wandelen waren. Dat vinden ze heerlijk om te doen. Alleen, ja, zo los, dat vinden we toch een beetje eng. Er is dan wel een stukje van de veren af. Alleen, ja, dan kunnen ze alsnog wel een stuk wegvliegen of als de wind eronder komt. En ja, dat willen we natuurlijk niet. Ze kunnen dan ook onder een auto terechtkomen op de weg en... Ja, dat willen we natuurlijk absoluut niet. Dus daarom krijgen ze allemaal altijd een tuigje als we naar buiten gaan. En dit is een tuigje. Dit is een speciaal papegaaituigje. Dus dat hebben we zo gekocht in de winkel. We zitten in Den Haag, een hele grote dierenwinkel. En die verkoopt heel veel van dit spulletjes. Maar ook op internet kun je op verschillende plekken dit soort dingen allemaal kopen. Zo, doe die even daar. En zo doen we het tuigje om. Goed zo, Mika. En Mika is al zo knap. Die helpt gewoon zelf helemaal mee met het tuigje vast te maken. Zo. Hartstikke idee. Ga je mee? Oh. Goed zo. Zal ik even aan de kant? Papegaaien komen ook heel graag buiten. Het is voor papegaaien ook belangrijk om buiten te komen. Want ze hebben net als mensen echt vitamine D nodig. Want vitamine D die zorgt ook voor sterke botten en spieren. En ja, dat willen we voor de papegaaien ook. Alhoewel de botten zijn van papegaaien heel erg licht en hol van binnen. Want ja, als ze te zwaar zijn, dan kunnen ze niet vliegen. Maar ja, hoe zwaar zijn ze dan, Marco? Hoe zwaar zijn ze? Ja, we beginnen met Mika, die is dichtbij nu. Die is 350 gram, dus dat is niet zo zwaar. Dan gaan we naar Eva, de grijze roodstaart. Die is 420 gram. En onze grootste papegaai, Lex, die is 540 gram. Dus dat is aardig zwaar. Er is een groot verschil in, hè? Er zit een heel groot verschil in. Oh. Maar er zit ook verschil in wat een mannetje is of een vrouwtje. En dan natuurlijk de soorten ook. Maar mannetjes zijn vaak wat zwaarder en ook wat groter dan de vrouwtjes. Maar zullen we ook even naar buiten gaan, of niet? Ja, natuurlijk. Gezellig. En ja, daar heb ik de aandacht niet over gehad. Maar ze spelen ook heel erg graag. Zoals hier op de tafel, dat is eigenlijk voor honden. Maar dat vinden hun ook heel erg leuk. Er zitten allemaal zaadjes in verstopt. En dan kunnen ze dan lekker ermee spelen en eruit halen. En dat vinden ze allemaal veel leuker dan het voer wat gewoon in een bakje zit. Want dat is zo makkelijk.
Dus ook in de kooien hebben we verschillende spulletjes hangen. Net zoals dit. En daar zitten dan allemaal weer zaadjes in verstopt. En dan moeten ze proberen wat eruit te krijgen. En dat vinden ze nog hartstikke leuk ook. Nou, maar jij weet toch wel zelf hoe je naar buiten kan. Ik hoef je toch niet te helpen? Zo. Stap maar af. Moet ik wel even helpen? Ze is verlegen. Oh. Ja. Ze denkt, hé, wat gebeurt er nou allemaal? Oh. Papegaai kunnen ook heel oud worden. Stap je op, dan gaan we even naar buiten toe. Kom maar, Eva. Ga je mee? Papegaai kunnen heel oud worden. Deze hebben een jaar of 60, misschien wel 80. En deze, en ook de groene, die kunnen nog wel ouder worden. Die worden echt een jaar of 80. In de natuur meestal een jaar of 60. Maar zo in de woonkamer, waar dat geen natuurlijke vijanden zijn, dan kunnen ze wel 80 jaar worden. En ik heb ook wel eens gezien dat ze echt 90 waren. En die hele grote papegaaien, de ara's, nou die kunnen nog ouder worden. Oh, dus papegaaien heb je ook echt voor je hele leven. Het is eigenlijk alsof je er een klein kind bij hebt. Want zoveel tijd en aandacht moet je er ook aan besteden. En ze dingen leren, want anders gaan ze zich vervelen. En papegaaien die zich gaan vervelen, die gaan, dat hoeft niet altijd, maar dat gebeurt wel. Dan gaan ze of bijten, of ze gaan de veren eruit trekken. Of ze gaan heel hard gillen. En papegaaien kunnen heel veel herrie maken. Maar ja, dat komt ook wel in de natuur. Want op die manier kunnen ze elkaar roepen. En ze kunnen ze elkaar roepen, maar ook waarschuwen voor gevaar. Stap je op. En hier kunnen ze dan lekker op spelen, zo lekker op het balkon. En dat doen ze eigenlijk iedere dag. En of het nou heel mooi zonnig weer is, of het regent, of zelfs sneeuw. Ik bedoel, dan gaan ze ook naar buiten, wel wat korter natuurlijk. Alleen hun vacht is dikker dan onze dikste winterjas. Dus ze hebben het ook niet koud. Er zijn wel uitzonderingen. Sommige soorten, zoals de edelpapegaai. Dat zijn echt hele andere vogels. Die kunnen niet zo hele koude temperaturen. Maar deze vogels eigenlijk allemaal wel. En ook als ze een beetje zich kou hebben geplukt, dan gebeurt het ook wel eens. Nou zei ik net, kou plukken, dat doen vogels als ze zich vervelen. Maar dat hoeft niet altijd. Want er zijn heel veel redenen waardoor ze dat kunnen doen. Eva heeft het ook eventjes gedaan. Maar bij haar kwam het allemaal door de hormonen. Ze is bijna volwassen. Want met een jaar of 4, 5, dan zijn ze volwassen. En dan had ze een beetje last van. Dus zijn we naar de vogelarts gegaan en nu gaat het weer hartstikke goed met haar. Want papegaaien, daar kun je eigenlijk niet zomaar mee naar de dierenarts gaan. Die moet je eigenlijk meenemen naar de vogelarts. Een vogelarts is echt erop gespecialiseerd en papegaaien zijn zo ontzettend anders dan heel veel andere dieren, maar ook mensen bijvoorbeeld. Ik bedoel, wij hebben een maag en een buik en darmen, zeg maar hun hebben een krop, die zit hier. En daar bewaren ze al hun eten in. Dat heb ik misschien wel eens gezien ook bij vogels buiten in de natuur. Dat ze dan de jonge vogels voer gaan geven via die krop. En ze hebben in plaats van longen hebben ze luchtzakken. Ik geloof dat ze er wel 5 hebben. Die zitten ook onder de vleugeltjes en dergelijke. En daar kunnen ze dus goed mee. En op de rug hebben ze de luchtzakken. En op de rug inderdaad zitten ze ook. Ja. Ja. Eva, krijg ik van jou nog een poot? Geef poot. Oh, stap je op? Geef poot. Oh, normaal zegt ze hallo, maar ze is toch een beetje bang voor de camera. Of ga je nog dansen? Ga je nog dansen? Of fluiten? Nee, geen zin in. Nou, zullen we dan even naar Lex gaan kijken? Want Lex zit helemaal in zijn eentje binnen. Lex is onze oudste papegaai. Die wordt bijna 7 jaar. En Lex die kan dus goed praten en zingen. Want die kan zelfs push je mouw. Gaat Lex ook mee naar buiten? Goed zo. Ja, Lex zit op een stok. De andere deed ik met mijn hand. Dat heb je misschien wel gemerkt. Maar sommige papegaaien vinden handen een beetje eng. Want ja, hun hebben geen handen, alleen maar poten en vleugels. En Lex vindt het veel veiliger hierop. Dus nemen we hem altijd zo mee naar buiten. Ja, ga je nog zingen dan? Ik zag ook een plantenspuit buiten. Ja, dat klopt. Want als het lekker weer is, dan kunnen we ze lekker buiten douchen. Anders dan doen we dat in huis, in de douche. Hebben we een speciale stok aan de muur gemaakt.
Maar ja, buiten, als het mooi weer is, Mika, stap eens op. Hi, Lex. Hi. Ga je nog zingen? Oké, Eva, kom er al aan. Poesje, mouw, kom eens gauw. Ik heb lekker melk voor jou en voor mij. Ja, nou zit die twee beren broodjes smeren te zingen. Je zit ons gewoon in een maling te nemen. Kijk eens even aan. Lekker, hè? Ja, lekker, Mika, maar jij zit weer op mijn schouder en dat vinden wij niet zo fijn, hè? Zo. Zo, lekker buiten, hè? Ja, Lex, zeg het al. Ze zijn dus heel graag buiten, maar dat zijn ze hier ook gewend. Nou, dit was het weer. Ja, ik denk dat ik alle informatie heb gegeven. En als er vragen zijn, dan horen we het graag. Iedereen heel veel succes en tot de volgende keer. Dag!